René, hoe druk jij een trots gevoel uit? Ja, dat is moeilijk, maar uiteindelijk van binnen en ook naar de jongens uit. Ik ben geweldig blij met de manier waarop wij ons hier gepresenteerd hebben vandaag. En de manier waarop we ons gepresenteerd hebben heeft uiteindelijk geleid tot de 1-0 winst. Ja, we spraken elkaar vrijdag, een van de laatste trainingen na aanloop van dit duel. Toen zei je, ja, het gaat bijzonder lastig worden. Ja. Wij moeten een hele goede dag hebben en Ajax een wat mindere. Waarom was dat vandaag het geval? Nou, omdat heel veel dingen bij ons klopten. En dat begint bij de organisatie goed hebben als Ajax de bal heeft. Omdat je weet dat ze vaker de bal zullen hebben. Dat betekent dat de onderling afstanden moeten kloppen. Zowel in de lengte als in de breedte. Dat de coaching onderling gewoon goed moet zijn. Als je dichter bij elkaar staat, dan is het over het algemeen makkelijker. Als dat je te ver uit elkaar staat. En dan zie je nog dat we daar best wel moeilijke momenten in hebben. Maar op het moment dat je dat dan... Je kunt volhouden vaker goed dan minder goed. Ja, dan groei je ook in de wedstrijd. En dan zie je ook dat je de momenten kunt pakken en ook herkennen om zelf aan het voetballen te komen. Want dat is tegen Ajax ook heel belangrijk. Want als je onder de eerste druk uit kunt voetballen en je kunt de bal wat langer houden. Ja, dat betekent ook dat zij weer afstanden moeten overbruggen en weer terug moeten. Maar dan moet je ook uiteindelijk voor echt gevaar zorgen. En daar hebben we ook een aantal keren goed gedaan. En dan kun je er een echte wedstrijd van maken. Ja, was de wedstrijd van Mark van der Marel misschien een beetje illustrerend? Bijvoorbeeld in die eerste helft. Zo vaak de laatste bal eruit halen, blokken. Ja, maar daar hebben we ook, en niet alleen deze week, maar daar besteden we ook gewoon heel veel aandacht aan. Om voorzetten goed te verdedigen, zowel aan de zijkant, maar ook voor de goal. En daar heb je passie en overgave voor nodig om dat elke keer weer maximaal te doen. En als je dat tegen Ajax moet dat, want anders wordt het direct afgestraft. En daar hebben we echt maximaal in gegeven vandaag. Ja, wat voel jij als trainer langs de lijn als het na een uur spelen nog 0-0 staat en het publiek een beetje begint te morren? Dan ruik je de kans om misschien wel de wedstrijd te winnen. Want de momenten van de reddingen van Maarten Paas, vond ik, gaf ons meer lucht in de zin van dat we wat makkelijker en wat vaker aan het voetballen kwamen. En dat we er een aantal keren goed uit konden komen. Met uiteindelijk als resultaat, denk ik, de goal die we maken. Uiteindelijk inderdaad dat doelpunt door Django Warmerdam. Ja, dan zie je uiteindelijk dat de bal een beetje in het centrum zich bevindt. En dan breed wordt gespeeld en dan? Ja, een goede aanname en hij schiet hem gewoon geweldig binnen. Maar uiteindelijk begint het bij dat we in staat zijn om op middenveld in het duel te komen. En die bal te veroveren, waardoor eigenlijk een 4-3 ontstaat. Je hebt daarna ook nog natuurlijk een moment met Mimoun die doorkomt om er dan nog 2-0 te maken. Maar je weet ook, als je kijkt naar de laatste fase, vind ik dat we misschien die bal wat vaker en langer hadden kunnen houden. Dan wordt het natuurlijk wel heel penibel. Maar goed, als je ziet met welke overgave en welke spirit we ons iedere keer ervoor gegooid hebben om alles te blokken en om er geen goal tegen te krijgen. Ja, daar heb ik ontzettend van genoten. Ja, 17 punten. Dat is een mooi aantal. Dat is toch fantastisch, joh. Ja, dat is geweldig. En dat hebben we met elkaar mooi voor elkaar gekregen. En dat biedt heel veel perspectief voor het vervolg. Hoe hebben jullie dit tot nu toe al gevierd? Ja, in de kleedkamer, dat heb ik al een beetje vernomen, maar voor de rest... In de kleedkamer, groot feest natuurlijk en terecht. En natuurlijk ook met de supporters. De jongens zijn alweer extra naar buiten geweest. De supporters moeten wachten. Ze zijn nog een keer extra weer naar het uitvak gegaan. Zo mooi dat er voor mij kleine 1000 uitsupporters zijn geweest vandaag. Om zijn overwinning hier te kunnen vieren. Ja, voor de supporters is dit natuurlijk goud waard. Want voor hun de wedstrijd van het jaar.